Hoe hebben kometen onze aarde vruchtbaar gemaakt? Dit is de Universiteit van Nederland. Anderhalf miljard jaar is ongeveer de ouderdom van onze aarde. En overal waar wij naar beneden naar onze voeten kijken, kunnen we eigenlijk helemaal niet zien hoe ons heelal ontstaan is. En om iets van de ontstaansgeschiedenis van ons heelal te begrijpen, moeten we eigenlijk naar boven toe kijken. Want precies tussen de planeten, precies tussen al die dingen die we in het heelal kunnen zien, daar vinden we objecten die eigenlijk de afgelopen 4,5 miljard jaar bijna niet veranderd zijn. En er is één type object die daar absoluut de meest spectaculaire vorm van is. En we zien hier eigenlijk al een prachtige foto. Dat zijn de kometen. En die kometen die zijn gevormd eigenlijk aan de randen van ons zonnestelsel bij temperaturen van meer dan min 200 graden onder nul. En die hebben daar in die periode dat ons zonnestelsel gevormd werd, hebben daar bijna een paar miljoen jaar over gedaan om gevormd te worden. Nou, dat proces is natuurlijk veel te lang om daadwerkelijk bij stil te staan in dit college. Dus daarom kan ik in een handomdraai hier ook een komeet maken met u. Daarvoor hebben we een aantal ingrediënten nodig. En dit recept kan u thuis proberen met een aantal hele simpele huistuin- en keukeningrediënten die u heeft. Want kometen die bestaan voor een heel groot gedeelte uit ingrediënten die heel simpel zijn. Die heel makkelijk gevormd zijn in de ruimte. En om een paar voorbeelden te noemen. Er zit bijvoorbeeld alcohol in. Ongetwijfeld ketel 1. Heel erg fijn om erin te hebben. Een heel belangrijk ingrediënt. Maar daar kan ook een tikje bij. Daarnaast weten we ook dat die kometen, dat er ingrediënten in zitten die wat veel voorkomender zijn. Bijvoorbeeld zandkorrels. Er zitten hele kleine stofdeeltjes in kometen. Waarvan we weten dat toch wel hele belangrijke elementen zijn. Kleine korreltjes zand die erin voorkomen. Maar ook bijvoorbeeld ammoniak of ammonia. En het leuke is dus, we weten eigenlijk dankzij het onderzoek wat er gedaan is met allerlei satellieten, dat kometen eigenlijk hele stinkende, vieze objecten zijn in de ruimte. Er komen allerlei gassen vanaf. Ja, dat als je als astronaut je helm open zou kunnen doen, dat moet je natuurlijk niet doen in de ruimte. Maar dan zou je merken dat in ieder geval die kometen ontzettend stinken. Dus daar gaat ook een klein beetje ervan in. Dat ruikt wel. Wat we daarnaast ook heel goed zien, is dat kometen voor een groot deel uit koolstof bestaan. Gewoon wat barbecue houtskool wat u misschien in de tuin heeft. Daar gieten we ook een deel van in. Als de eerste rij stoflongen heeft, dan weet u waar het van komt. Dan nog een klein beetje sojasaus. We weten namelijk sinds 2004 dat er ook op kometen dat er aminozuren op voorkomen. En aminozuren zijn eigenlijk de simpele bouwstenen waar proteïnen mee gevormd kunnen worden. De echte bouwstenen van het leven. Daar doen we ook wel een flink prutje van in. En we weten dat kometen eigenlijk voor een heel groot gedeelte uit ijs bestaan. En dat zien we eigenlijk heel mooi hiermee. Het is gewoon kraanwater, dat kunnen we er ook in gooien. Dat doen we er zo in. En dat is natuurlijk het werk wat ik hier doe, is eigenlijk een paar miljoen jaren aan evolutie in de ruimte. Een beetje rondroeren, een beetje wachten. En dan moet eigenlijk het magische ingrediënt nog komen, want die kometen zijn ontzettend koud. Ik noemde het al, min 200 graden. En we hebben hier eigenlijk een heel erg mooi ingrediënt, namelijk droog ijs. En droog ijs is bevroren koolstofdioxide, dat ademen wij uit. Maar het komt in de ruimte ook voor als gas. En het leuke is dat we dat ook hier heel mooi in kunnen doen. Dus een heel mooi heksensoepje zo. Een klein beetje erbij. Dat moet een goede... dit deel gaat heel erg koud worden, dus ik moet even mijn handschoenen daarbij aantrekken. Want die kometen, dat zijn natuurlijk erg bevroren sneeuwballen. En als we dit zo een klein beetje... het begint al een hele mooie ijsklomp te worden. Kijk. Als we hem openpellen, dan ziet u hoe makkelijk het is om gewoon in een handomdraai, als u natuurlijk droog ijs thuis toevallig in de vriezer heeft liggen, een komeet te maken. We hebben hier zo eigenlijk een heel mooi voorbeeld van hoe zo'n komeet eruit ziet. En het doet eigenlijk ook precies wat we van een komeet verwachten. Er komen allemaal van dat soort kleine gasspuitjes die eruit spuiten. En dit is eigenlijk precies wat het karakter is van een komeetkern. En je moet je voorstellen dat dit soort grote objecten door ons zonnestelsel heen zweven. Het bijzondere is dat we hier natuurlijk heel veel van weten. Ik zal hem hier in de bak laten liggen. En dan kan hij heel mooi
wegsmelten. Maar het leuke is dat die kometen natuurlijk heel erg veel interesse hebben gehad. We weten vandaag de dag, dankzij de sterrenkunde, dankzij metingen die in de 19e en 20e eeuw zijn gedaan, waar die kometen uit bestaan. Maar in werkelijkheid is het zo dat wij in principe, en dan zit ik heel even mijn klikker te zoeken, een heel erg fijn ingrediënt hier hebben waarmee wij ons zonnestelsel kunnen onderzoeken. En een van de bijzondere dingen is dat als we op een gegeven moment kijken naar ons zonnestelsel, dan zien we dus dat die kometen daar ook met grote hoeveelheden door dat zonnestelsel heen zweven. Die vieze sneeuwbal die ik net gemaakt heb, dat is ook precies wat wij in de vakterminologie een vieze sneeuwbal noemen. In de jaren 50 stelde de sterrenkundige Fred Whipple, die stelde voor dat kometen waarschijnlijk een soort vieze sneeuwballen waren. En in de jaren die daarop volgden, werd al duidelijk dat er heel veel verschillende soorten kometen aan de hemel zichtbaar zijn. Als we bijvoorbeeld kijken in de geschiedenis, dan gaan we heel ver terug de tijd in. Dan zien we bijvoorbeeld dat in ongeveer 164 voor onze jaartelling, dat de eerste waarnemingen al gedaan werden van kometen. In kleitabletten van onder meer de sterrenkundigen uit Babylonië. En dit is natuurlijk een klassiek verhaal van een komeet die op dat moment aan de nachtelijke hemel zichtbaar was. Dat is een voorbeeld van hoe sterrenkundigen uit die tijd naar de hemel keken. Maar we zien bijvoorbeeld ook in 1066 dat in het tapijt van Bajeu, wat de slag bij Hastings afbeeldt, dat daar op een gegeven moment ook een komeet in zichtbaar is. En met name bovenaan een heel klein komeetje in dat prachtige borduurwerk. En zo zijn er tal van voorbeelden waar we eigenlijk die kometen voorbij zien komen. Niet alleen in het hedendaags onderzoek, maar ook als we steeds teruggaan in die tijd. 1986 overigens, ook een heel mooi voorbeeld. Daar zien we bijvoorbeeld deze hele mooie opname vanuit het Vliegende Kuiper Observatorium. En het mooie is dat die kometen die ik net in deze drie verhalen heb laten zien, dat zijn kometen, of dat is eigenlijk maar één komeet. Dat is een komeet waarvan we weten dat die eens in de, nou ongeveer 75 jaar terugkomt. De komeet van Halley. En dat is een kenmerk van kometen dat ze die hele snelle terugkeer hebben naar het binnenste van ons zonnestelsel. Binnen een mensleven kan zo'n komeet een baan om de zon heen afleggen. We weten ook dat er heel veel andere kometen zijn die dat op hele langere tijdschalen doen. We kunnen daarom onze kometen aan de nachtelijke hemel een beetje onderverdelen in twee families. Korte periodieke kometen die ongeveer rond de 200 jaar nodig hebben. En langperiodieke kometen. En die kunnen soms wel vele miljoenen jaren erover doen om ergens vanuit de verre uithoeken van het heelal heel langzaamaan richting de zon te vallen. En uiteindelijk hier rakelings langs de aarde heen te vliegen. Nou, wat wel bijzonder is, is dat als we door de tijd heen kijken, dat ook onze mogelijkheden om onderzoek te doen heel sterk zijn toegenomen. Wat eerst begon met simpele waarnemingen met telescopen, dat zijn uiteindelijk hele geavanceerde metingen geworden met satellieten. Bij die komeet van Halley zagen we bijvoorbeeld dat een heel armada van satellieten langs vloog om foto's te maken, metingen te doen. En vandaag de dag gaat het zover dat we met de Rosetta-satelliet echt in een baan om een komeet kunnen zitten. En daarbij kunnen we dus niet alleen hele mooie foto's krijgen van het oppervlak van een komeet, maar we kunnen ook 3D-modellen maken. Dus van de foto's die daar gemaakt worden door die satellieten, krijgen we dus beelden terug. En dit is een prachtig voorbeeld van zo'n foto. En die kunnen we omzetten dat u gewoon thuis vanuit uw 3D-printer morgen een hele mooie 3D-print van uw komeet op de koelkast kan plakken. Maar laat u niet vergissen dat de kleur van dit model of de kleur van de komeet die we hier zien, dat die heel erg mooi wit zijn. Dat het een heel erg mooi wit ijzig hemellichaam is. Want in werkelijkheid zijn die kometen pikzwart. Ze hebben een reflectievermogen van ongeveer 4-6%. Dus deze kometen die zijn donkerder dan asfalt. En je kan je dus voorstellen dat we daar speciale camera's voor nodig hebben om die te kunnen waarnemen. En in dit geval is het wel bijzonder, want de camera Osiris die we voor dit soort foto's gebruiken, die kan meer dan 65.000 tinten grijs waarnemen om dus al die details op het oppervlak van die komeet heel erg goed te kunnen waarnemen. Overigens is deze komeet wel bijzonder. Het is een relatief klein voorbeeld. Als we dat model hebben, dan zie je op een gegeven moment dat de onderkant ongeveer 4 kilometer in lengte is. Hij heeft ongeveer een dikte van 3 kilometer. De kop is ongeveer 2x2. Dus dit zijn best wel grote brokstukken ijs. Veel groter dan die komeet die we net hier gemaakt hebben. Die daar met een noodgang door de ruimte heen zweven. En je kan je dus ook voorstellen dat we daarmee ook heel veel van dat materiaal richting de aarde krijgen. Dat is ook precies hetgene wat er gebeurt. Wat wel een mooi detail is overigens op deze komeet, als we hier naar de nek kijken, dan vinden we op een gegeven moment dankzij dat ijs wat erin zit en dat wegsmelten, dat wegdampen van dat ijs, dat daar een soort van wind ontstaat aan het oppervlak. En je ziet dus hier voor het eerst op een komeet, en dit zijn prachtige ontdekkingen,
Dit zijn kleine zandduintjes die ontstaan doordat het ijs van de komeet aan het wegsmelten is. En uiteindelijk een soort van wind aan het oppervlak maakt. Waardoor hele kleine zandkorreltjes of ijskorreltjes kunnen bewegen. In ja, bewegingen die wij bijvoorbeeld hier in Nederland in onze zandduinen langs de kust ook zien. Dus een fascinerende wereld die op dit moment opengaat dankzij die hele grote toename in die techniek. Waarmee wij naar de telescopen kunnen kijken of naar de kometen kunnen kijken om er onderzoek mee te doen. En het mooie is dat dit soort kometen, omdat ze ook zo vaak langskomen, een hele belangrijke rol vervullen voor de aarde. Je kan bijvoorbeeld denken dat dit soort kometen op het moment dat ze de aarde passeren, of eigenlijk de aarde zo dicht passeren dat ze inslaan, dat ze een belangrijke rol vervullen met het brengen van water naar onze planeet toe. En lang voordat de aarde echt de aarde is die we vandaag de dag kennen, was het een ja, wat meer een droge rots. En dankzij inslagen van kometen is er eigenlijk heel veel water op dat oppervlak gekomen. En kunnen we in ieder geval zien dat onze aarde een stuk leefbaarder is geworden. Maar vergeet ook niet dat die ingrediënten die we hadden, zoals bijvoorbeeld die sojasaus, dit waren die ingrediënten voor onder meer dat leven, dat ontstaan van leven. Dat zijn dus ook de ingrediënten die dankzij die kometen hier op de aarde terechtkomen. En zodoende dat dit soort objecten ook heel bijzonder zijn om te bestuderen. Omdat ze ons inzicht geven in de manier waarop leven ontstaat, maar ook hoe onze planeten uiteindelijk door de tijd heen zijn geëvolueerd. Maar er is nog een belangrijk effect. Want u weet misschien nog dat ik er wat zand in strooide. En dat zand, dat is iets waar we vandaag de dag eigenlijk nog steeds mee te maken hebben. Die hele kleine zanddeeltjes, op het moment dat die in het ijs zitten en dat ijs dat smelt weg, die komen in de ruimte terecht. En zodra een komeet langs de aarde vliegt en misschien de baan van de aarde kruist zonder hier op aarde in te slaan, dan wordt er dus een stofspoor in de ruimte achtergelaten waar dat stof als het ware lange tijd doorheen zweeft. En als de aarde daar op gezette tijden doorheen vliegt, dan zien we daar ook vallende sterren bij. Want wat er dan gebeurt, en daar hebben we een prachtige foto ook van, dat zien we hier, dat zijn als het ware de stofdeeltjes die als het ware door de aardse atmosfeer heen vliegen en op die manier verbranden in de atmosfeer van de aarde. Nou, dit soort fenomenen, dit soort sterrenregens, die zien we eigenlijk door het hele jaar heen. De bekendste, dat is natuurlijk de Perseïde-regen die we in de zomer zien. Heel veel mensen die kunnen die aan de nachtelijke hemel op vakantie heel goed waarnemen. En bijvoorbeeld in de winter zijn er de Geminiden zichtbaar, met soms wel meer dan 100 vallende sterren die per uur zichtbaar zijn. Prachtige dingen om naar te kijken. Maar misschien is het goed om ook een grote urban myth hier toch maar even te ontkrachten. Want veel mensen denken dat dit te maken heeft met wrijving. Dat die stofdeeltjes door de atmosfeer heen ploegen en dat die als het ware door de wrijving van luchtmoleculen opgehit worden en daardoor uiteindelijk verdampen. Niks is minder waar. Want uiteindelijk heeft uw fietspomp veel meer weg van het proces wat verantwoordelijk is voor dat prachtige lichtspoor wat we hier aan de hemel zien. Mocht u eens een keertje te laat zijn voor werk en heel fanatiek uw band moeten oppompen om snel er vandoor te kunnen, dan moet u aan de onderkant van de pomp maar eens voelen als u klaar bent hoe warm dat is geworden. En dit is namelijk een van de effecten die eigenlijk verantwoordelijk is voor het verbranden van dit soort stofdeeltjes in de atmosfeer, namelijk het samenpersen van gas. En ik heb daar een leuk demoproefje voor wat ik kan laten zien. En met name de mensen op de eerste rij hoop ik dat die het kunnen zien. En dat is namelijk een vuurpiston. Het is altijd spannend om te zien of dat deze gaat werken of niet. Maar het is in feite een buisje waar we de lucht in kunnen samenpersen. En als jullie goed kijken, dan kunnen jullie het zien. Want het is altijd een. Zagen jullie het? Wat we eigenlijk doen in deze vuurpiston is de atmosfeer die erin zit, de lucht die erin zit, zo ontzettend snel samenpersen dat daardoor de temperatuur toeneemt. En wat er dus eigenlijk gebeurt in het experiment is dat die lucht op dit moment hier binnenin 260 graden wordt. En die 260 graden is meer dan voldoende om dat hele kleine plukje watten wat erin zit te laten verbranden. Nou, dat is precies hetgene wat eigenlijk ook gebeurt bij vallende sterren. Want die vallende sterren, dat zijn uiteindelijk objecten die ja, met een snelheid van soms wel vele tientallen kilometers per seconde de atmosfeer van de aarde inploegen. De hoogste snelheden die we kennen zijn rond de 71 kilometer per seconde. Dus je kan je voorstellen, hier van Club Air naar bijvoorbeeld Utrecht en terug in een seconde tijd. Dat zijn gigantisch hoge snelheden. En als dat dus gebeurt met een heel klein zandkorreltje, zelfs zo'n klein zandkorreltje als wat hierin zit, dan is die snelheid voldoende om zo snel die lucht te verhitten dat we een vallende ster zien. Kortom, die vallende sterren hebben niks te maken met wrijving, maar alles te maken met de lucht die ze voor zich uit samenpersen en ervoor zorgen dat wij prachtige vallende sterren aan de nachtelijke hemel kunnen zien. En de kans is groot dat u op dit moment misschien in uw haar of in uw neus of ergens anders wat van die stofdeeltjes heeft zitten. In het volgende college vertel ik u daar meer over.